Yo, hey, dat hebben we niet afgesproken. Hey, welkom terug bij Follow Me Move Books. Leuk dat je er vandaag ook weer bij bent. Ik neem je mee in een recensie over een boek van Marijke Vos van Chanel naar Flanel. En ik vertel je daar heel veel over. Waar gaat het boek van Marijke Vos over? Nou, de titel verraadt het al een beetje. Van Chanel naar Flanel. Ik vind hem trouwens super gaaf. Het gaat over Jennifer, of Jenny ook wel. En zij gaat trouwen, maar besluit kort voor tijd dat ze toch iets anders wil. En ze vlucht naar, ik wil Amerika zeggen, waarom? En ze vlucht naar Canada. Daar ontmoet ze een zeer knappe man en er gebeuren natuurlijk heel veel dingen. En ik probeer niet te spoileren. Ik las dus van Chanel naar Flanel op mijn e-reader. Dus daar is hij. En dit is de cover natuurlijk zonder kleur. Dus ik laat nog even een plaatje zien met kleur. Want dat is natuurlijk veel mooier. En ik moet zeggen, ik vind hem ontzettend sfeervol. Echt super mooi ook. Het is echt een blaadje. Maar ik vind hem eigenlijk niet echt bij het verhaal passen. Raar maar waar. Hij is super mooi. Geen slecht woord erover. Maar ik vind hem gewoon niet bij het verhaal passen. Behalve de sneeuwvlokjes dan. Ja, die wel een beetje. Hey, persoonlijke mening is niet zo heel erg belangrijk in die mate. Say hello! Oh. Ik heb dit boek gelezen en geluisterd, beide. Ja, zo leuk vond ik hem. Ik was aan het lezen en ik moest werken. Dat heet, ik moet 3 keer die auto rijden en dan moet ik werken. Op het werk krijg ik soms wel de kans om te lezen, maar ik wil gewoon niet wachten. En ik wist dat dit dus ook als luisterboek was gedownload en ik ben gaan luisteren. Ik moest heel erg wennen aan de stem. Het is een hele interessante stem. En op een gegeven moment werkt het goed. En ik moet zeggen, de stem past uitstekend bij het timbre van Branson. Want ze deed ook een beetje iets, ja... Het is geen stemmetje opzetten, maar ze verdiepte haar stem en de timbre wat ze dan had. Dat past echt uitstekend bij Branson. Ik vond het echt eigenlijk heel gaaf. Ik miste eigenlijk de stem van Branson toen ik verder las in de trein. Naar mijn mening is het luisterboek net zo fijn om te volgen als zelf het boek te lezen. Al is het voordeel natuurlijk als je zelf het boek leest, het gaat veel sneller. Maar ja, in de auto lezen onder het rijden is geen goed idee. Dus dan is een luisterboek een uitstekende oplossing. Nou, wat vind ik nou leuk aan dit boek? Nou, allereerst de cover. Maar wat ik ook super leuk vind is Charlie. Hij is gewoon leuk. Hij is anders. Het is onverwacht. Het is origineel. En dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Wat ik verder ook nog heel erg leuk vind is de ik-vorm. Dit is gewoon ontzettend goed uitgevoerd. Soms denk ik van, ja, het is heel erg beschrijvend. Waarom heb je de ik-vorm gekozen? Waarom heb je de ik-vorm gekozen als je zoveel beschrijft uit een derde persoon oogpunt? Ik weet helemaal niet wat de persoon zelf voelt. Dan hoef je voor mij helemaal niet de ik-vorm te kiezen. Maar dit boek was echt ontzettend goed met de ik-vorm. Super goed gedaan, ik kon me precies inleven. En geweldig. Een van de beste ik-vormen die ik in lange tijd ben tegengekomen. Wat ik verder ook nog super leuk vind is het einde. Ja en nee. Ik vind hem leuk. Het is onverwacht, het is anders. Vooral dat ene stukje helemaal achteraan waarvoor het boek ophoudt. Maar ik mis ook wat. En dan gaan we naar wat ik niet zo leuk vind. Het einde is wat abrupt. Het voelt niet afgemaakt. Ik had graag nog even iets meer gelezen van hoe gaat het verder. Er is iets gebeurd en Branson zegt helemaal niks erover. En dan denk ik van, ja maar wacht eens even. Als ik iets beloof... tegen iemand en ik doe het niet, dan is de kans heel erg groot dat die persoon naar me toe komt en zegt, yo, hey, dat hebben we niet afgesproken. Ja, dat kwam dus niet voor en dat miste ik wel een beetje. Is dat een heel groot punt? Het zorgde er een beetje voor dat ik toch een beetje, noem je dat ook alweer in het Nederlands? Het zorgde ervoor dat ik niet helemaal tevreden was met het boek. Als je het zo kan noemen. Ik had zoiets van, er mist gewoon wat. Heel raar. Op zich, de feiten zijn er. Je kan je voorstellen hoe het verder gaat. Ik had graag gelezen hoe het verder gaat. En dat is eigenlijk een beetje het verschil, denk ik dan zo. Wat mij ook nog heel erg opviel. Heel erg is eigenlijk niet de juiste bewoording. Het viel mij op. De karaktervorming.
het begin is het echt wel aanwezig en het midden van het boek ook, maar het einde werd er toch een beetje minder, heb ik het gevoel. En het heeft eventueel ook te maken met het, voor mijn gevoel, abrupte einde. Het had gewoon iets verder uitgevoerd kunnen volgen van, wat hebben ze nou precies geleerd? Wat is er nou veranderd? En wat heeft zij nou precies geleerd? Oké, ik wil nu niet precies zeggen wat, want het kan wel een spoiler zijn en dat wil ik niet. Maar ik had het iets meer uitgediept willen zien. Maar ik vermoed dat het te maken heeft met het einde, dat het voor mij zo'n ontevreden gevoel geeft. Wat wil niet zeggen dat het slecht geschreven is. Absoluut niet. Ik heb echt met heel veel plezier gelezen. Ik heb zelfs een ander boek laten liggen omdat ik heel graag verder wilde lezen in dit boek. En er zitten echt leuke details in. Ik moest echt lachen. En daar zaten ook een beetje thriller elementjes in. Al moet ik zeggen, voor een thriller was het echt zeer magertjes. Maar voor een feelgood was het echt uitstekend spanning en sensatie. En dat vond ik ontzettend leuk. En ik kan jullie dus ook het boek aanraden. Ik weet, ik zeg het in heel veel video's. Ik denk ook dat het bijna in elk video gaat voorkomen. Want ik denk niet dat ik zo snel een video ga maken over een boek waar ik niet tevreden mee ben. Ik bedoel, ik lees gewoon heel veel boeken die ik leuk vind. En me plezier brengen. En ja, dat komt wel eens voor dat een boek mij niet zo goed bevalt. En heel vaak maak ik gewoon geen recensie over of het is alleen van een auteur van buitenland. Als het een Nederlandse auteur is dan en ik moet een recensie schrijven, dan doe ik dat. Met naar eer en geweten, veel mogelijk gevoel met het idee. Maar dan ook nog een video te maken, dat gaat me een beetje te ver, denk ik. Tenzij dat het voorkomt en ik nog geen recensie heb geschreven en enkel video maak, dan, ja, dan zou het voor kunnen komen. Dat is hier dus helemaal niet het geval. En ik vond het een superleuk boek aan te raden. Heerlijke read tussendoor. Behalve dat ik dus iets miste, kan ik hem echt aanraden. En dat kan misschien ook aanliggen dat ik net andere boeken heb gelezen waar echt alles in zat. Dus dan valt het ook extra op. Kijk, ik bedoel, heb je net een kinderboek gelezen? Dan zal het misschien ook wel weer minder opvallen. Is mijn vermoeding. En op de laatste bladzijde kwam ik nog iets leuks tegen. Ik kwam mijn eigen achternaam tegen. En ik heb nu echt het gevoel, Jenny en ik zijn familie. Dus Jenny, mag ik langskomen? Ja, niet aangeschreven. Nee, wat ik verder